ga hier een gigantische stad craften. Ik heb hier namelijk een boekje in mijn handen met heel veel recepten van bepaalde gebouwen. Zoals, hier hebben we een politiestation, Noob1234 zijn huis. En echt nog veel en veel meer. En achter mij heb ik al wat kisten staan voor de spullen die ik nodig heb. Alleen ik zit te denken, wat wil ik eerst hebben? Ik denk dat een brandweerstation wel heel erg handig is. Mocht er vuur komen, alleen wel een beetje saai. Oké, we gaan even verder kijken. Een politiestation. Oké, ik denk dat ik gewoon als allereerste gebouw een politiestation ga maken. En daarvoor heb ik deze blokjes nodig. Oké, we pakken de crafting table er even bij. En eens even kijken. Deze spullen, die heb ik nodig. Voor het politiestation. En volgens mij was het dit. Politieauto, slabs en een blokje. Oh ja, zeker. Een politiestation. En waar ga ik die neerzetten? Ga ik die meteen hier neerzetten? Weet je wat? Ik ga het gewoon doen. En we gaan zien wat er gaat gebeuren. Een politiestation. Kom maar op. En die wordt op dit moment achter mij gebouwd. En oh mijn god. Kijk dan hoe groot dit politiestation daadwerkelijk is. Oké, je hebt zelfs politieauto's. Dit is heel erg vet. Ik moet hier even binnenkijken. Hoe ziet dit politiestation er allemaal uit? Kijk, hier hebben we een politieagent. En oeh, wat is dit? We hebben donuts. We hebben een map. Oké, dit wil ik allemaal meenemen. Wat hebben we nog meer hier allemaal? Hebben we ook tralies? Ik denk dat dit de gevangenis moet voorstellen. Oh mijn god. Hoe ga je ooit bij dat bed daarboven komen? En nee, ik heb mezelf opgesloten. Hallo, mag ik eruit? Dit was misschien niet heel erg slim om te doen. Ja, ik moet zien te ontsnappen. En dan is het tijd om het volgende gebouw te craften. En het volgende wat ik wil craften is een huis. Namelijk, eens even kijken. Het huis van Noob1234. En als ik dan toch bezig ben, ga ik ook meteen het huis craften van Girl1234. Dat is namelijk precies hetzelfde, alleen heb ik een andere kleur wol nodig. En alles zit in deze chest, dus we gaan even kijken. Alle spullen hebben we hier en dan... Dus even kijken, hoe was het ook alweer? Een bed in het midden, een wol en een deur. Oké, dus hier moet wol, hier een deur, een bed in het midden. En dan die hier en hoppakee, oké. We hebben hier één huis, alleen ik heb twee huizen nodig. Dus we doen gewoon weer precies hetzelfde, alleen dan met blauw. Dus dan doen we hier weer een deur, hier een bed en dan een steen en slaps. En oké, let's go. Ik heb nu hier twee huizen. Alleen waar gaan we deze neerzetten? Ik heb daar nog een heel groot vlak. Ik zou het leuk vinden als deze twee huizen ook daadwerkelijk naast elkaar kunnen staan. Oké, eens even kijken. Ik wil allebei de huizen hier hebben staan. Kan ik hier nu een huis plaatsen? Jazeker. En het wordt op dit moment gebouwd als het goed is. Oh mijn god. Kijk dan hoe groot dit huis is. Oké, ik denk niet dat de huizen naast elkaar kunnen staan. Dit huis is namelijk een stukje groter dan ik had gedacht. Laat ik maar even binnen gaan kijken in dit huis. En hallo. Oh mijn god, kijk dan hoe groot dit is. En hier is Girl1234. Hallo, alles goed met jou? We gaan even verder kijken. Hoe ziet het huis er verder nog meer allemaal uit? Oké, best wel een mooi huisje. Het lijkt me alleen een beetje te groot. Ik denk niet dat je zoveel ruimte nodig hebt. En kijk dan ook hoeveel bedden hier staan. Oké, het is tijd om even het huis van de noob te gaan neerzetten. Alleen waar ga ik deze neerzetten? Het zou natuurlijk leuk zijn als de noob en dit meisje buren van elkaar zijn. En ik zie daar in de verte nog een oppervlak waar ik nog heel veel ruimte heb om iets moois neer te zetten. Dus ik denk dat ik daar het huis ga neerzetten van Noob1234. En dan zijn het gewoon overburen. Dat is wel een leuk idee, denk ik. Oké, we gaan hem neerzetten in 3, 2, 1 en het huis van de noob wordt op dit moment gebouwd. En hoe gaat dit huis eruit zien? Natuurlijk helemaal blauw en is dit niet gewoon precies hetzelfde huis als dat huis, alleen dan in het blauw? Want als dat zo is, vind ik het echt heel erg zonde van de ruimte. En oh mijn god. Hallo Noob1234. Wat heb jij nou weer voor iets aan? Oké, het zal wel. Het is wel een iets ander huis, maar het lijkt wel heel erg op elkaar. Oké, ja, allemaal leuk en aardig. We gaan even kijken wat ik nog meer kan craften, want ik heb echt nog heel veel ruimte over. Oké, eens even kijken. Een firebank. Ik weet niet wat het is, maar het lijkt op een bank. Lijkt me wel vet. Ik ga gewoon een paar dingen uitkiezen. Die ga ik dan even snel craften. En dan ga ik ze daarna gewoon allemaal achter elkaar neerzetten, zodat we één grote stad krijgen. Oké, de firebank park gaan we doen. Een public park lijkt me ook wel leuk. En oeh, een Petmart of Petopia. Wat is leuker? Ik weet het verschil niet. In de minuut, ik ga voor Petopia. Oké, we hebben hier skyscrapers. Oftewel, dat zijn flatgebouwen. En die moeten we ook wel hebben. Dus ik ga hier voor het moderne flatgebouw. En wat hebben we allemaal nog meer? Dit zijn verder gewoon normale spullen. Nee, kijk, dit boeit allemaal niet. Ik kan gewoon een ijzer craften. En ik kan een medkit craften. Wat? Oké, ik wil nog een gebouw hebben. Ik wil nog één gebouw hebben. En dat is de high school. En weet je wat? Nu we er toch bezig zijn, laten we het ziekenhuis er ook maar bij doen. Ja, ik ga al deze gebouwen even craften. En dan gaan we de stad afmaken. Het is me gelukt. Mijn hele inventory zit op dit moment vol met gebouwen. En laten wij maar beginnen met, ik denk, de bank. En eens even kijken. Ik denk dat ik even een politieauto ga pakken. Want dan kan ik namelijk een stukje sneller rijden. Hoppakee, we gaan er vandoor. Oké, eens even kijken. Waar gaan we de bank neerzetten? Ik denk dat het slim is als we de bank wel in de buurt zetten van het politiestation, mocht het overvallen worden. Dus ik ga de bank hier neerzetten. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe deze bank eruit gaat zien. Oké, hij wordt op dit moment gebouwd. En oh mijn god, het is echt een hele grote bank. Dit is zo gaaf. Ik heb straks gewoon mijn hele eigen stad gecraft. En oh mijn god, kijk dan hoe groot deze bank is. Alleen de vraag is er ook geld? Oeh, allemaal diamonds. Hallo, hallo. Is hier ook ergens een kluis? Of is dit letterlijk de kluis? Je kan zo de kluis inlopen. Oké, het is misschien niet de best beveiligde bank, maar het is op zich best wel een mooie bank. We gaan door. We gaan naar het park. En waar ga ik het park neerzetten? Ik denk dat het park niet heel veel boeiends is. Dus weet je wat? We gaan het park gewoon lekker naast de bank neerzetten. Waarom niet? Ik ga het park hier neerzetten. Hoppakee. En hoe gaat het park eruit zien? Oeh, oké. Het park ziet er wel leuk uit. Het ziet er heel gezellig uit. En wat kan ik allemaal vinden in het park? Oeh, een lekker ijsje. Oké, dit ijsje die kan ik wel gebruiken. Dit is best wel een mooi park. Alleen, het is wel saai. Ik heb hier namelijk nog een flatgebouw, een ziekenhuis, een school en een dierenwinkel. Dus die wil ik nog even neerzetten. En waar is mijn politieauto? Mijn politieauto is letterlijk gestolen. Oké, we gaan wel lopen. Ik wil namelijk de school neerzetten. Want de school die is denk ik het saaiste. Want niemand vindt school echt leuk. Dus die gaan we hier neerzetten. En eens even kijken. Hoe ziet de school eruit? De school die is heel groot. En oeh, er staat er ook de tekst school. Dat is wel gaaf gedaan. Maar de vraag is, zijn er ook leerlingen? Het lijkt erop van niet. Het lijkt erop dat de school gewoon vrij is op dit moment. Je hebt hier wel allemaal tassen. Ik heb genoeg van de school gezien. Ik wil even de dierentuin kijken. En dan ben ik ook heel benieuwd of er speciale dieren zijn. En dan moet ik weer even een vak zien te vinden. Ik denk dat ik de dierentuin gewoon lekker hier ga neerzetten. Dus even kijken. Bim, hallo dierentuin. Ga maar lekker gebouwd worden. En de stad die begint echt al wat te worden. Bijna overal waar je nu loopt is al een gebouw. En dit is dus een hele grote dierenwinkel. Gezellig naast het park. En eens even kijken. Kan ik hier ook daadwerkelijk dieren kopen? Hallo meneer, ik wil dieren kopen. Dus even kijken. Hier zijn de dieren. We hebben honden. We hebben hier wat katten. We hebben nog meer katten. Wat hebben we hier? Dit zijn vogels. En oké, waarom ze dit verkopen in de dierenwinkel? Ik heb echt geen flauw idee. En oeh, kan ik hier wat eten uitkrijgen? Oh, ja. Geef me eten. Geef me eten. Oh, wat lekker. Wat heb ik? Ik heb fruit gekregen. Oké, we gaan even kijken. Nog meer dieren. Je kan koeien kopen, kippen, paarden kan je kopen en lama's en konijnen. Oké, ik vind het een saaie dierenwinkel, want die dieren kan ik nu wel gaan kopen, maar die kan ik ook gewoon gaan vangen. Dus laten we maar beginnen met de laatste twee gebouwen. Eerst het ziekenhuis en daarna een hele hoge wolkenkrabber. Oké, het ziekenhuis ga ik lekker hier neerzetten. Dit is denk ik best wel saai. Het is wel een groot gebouw, denk ik. Maar ja, een ziekenhuis. Heb ik zin om daar naar binnen te gaan? Ik denk het niet. Want niemand wil namelijk graag in een ziekenhuis terechtkomen. En oeh, wat? Oké, het ziekenhuis is oprecht echt een stukje groter dan ik dacht. Dit is niet normaal. En kijk, een ziekenhuis vind ik niet leuk. Maar een ziekenwagen vind ik wel leuk. Oké, daar gaan we even in rijden. En dan is het tijd om het allerlaatste gebouw te plaatsen. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe de stad er uiteindelijk uit gaat zien. Eens even kijken. We gaan hier de wolkenkrabber neerzetten in 3, 2, 1, let's go. En hoe groot gaat de wolkenkrabber daadwerkelijk worden? Oh mijn god, dit is echt het grootste gebouw wat ik ooit in Minecraft heb gezien. Hoe hoog gaat dit gebouw nog door? Wow, 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 wow. Oké, dit is echt heel erg groot. En dit is hoe de stad er op dit moment uitziet. En ik vind het oprecht nog best wel mooi geworden. Laat in de comments even weten wat jij ervan vindt. En dit was de video. Klik even hier of hier om een andere video van mij te zien. Dat wil je zeker niet missen. En ze gaan elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1.